Dit is het Skyline TV-nieuws van dinsdag 14 april met vandaag geslaagd danstoernooi in Odiliapil. In de provincie Brabant is commotie ontstaan over uitvaarddiensten die door kerken op internet worden gezet. Volgens omroep Brabant zou dat ook het geval zijn in Ude. Het parochiebestuur kon hierop desgevraagd nog niet reageren. Maar bij onderzoek op internet bleek dat recent een uitvaartmis vanuit de Sint-Petruskerk in Uden online is gezet. In Vechel hoeven nabestaanden zich hierover geen zorgen te maken. Volgens diaken Hans van Bemmel worden bij de Franciscusparochie de uitvaarten niet gefilmd. Dinsdagmorgen rond 8 uur ontstond flinke schade bij een ongeval op de Middenpeelweg. Een busje moest ter hoogte van de rotonde nabij vliegbasis Volkel, uitwijken en botste vervolgens tegen een boom. Niemand raakte gewond. Waarom de bestuurder moest uitwijken is niet bekend. Een 37-jarige inwoner van Roermond is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De man was betrokken bij een ecstasy-laboratorium in Ude. In dat laboratorium kwamen in april van het vorig jaar twee mannen om het leven na het inademen van drugsgassen. Eerder eiste de officier van justitie drie jaar cel tegen de man. Op 22 april wordt het distributiecentrum van de Schoenreus geveld. De Udische Schoenengigant ging begin dit jaar failliet. Geïnteresseerden kunnen op 20 april van 10 tot 4 uur kijken of er iets van hun gading bij is. In totaal gaan 40 kavels met goederen onder de hamer. Voor de veiling schijnt internationale belangstelling te bestaan. Op de kruising van de Velmolenweg met de Losplaats en de Botemarkt in Ude komen stoplichten. Volgens een 15-koppige klankbordgroep moet het kruispunt hierdoor veiliger worden. De verkeerslichtinstallatie wordt voorzien van een meetsysteem dat het moment bepaalt waarop de stoplichten van kleur veranderen. Volgens wethouder Martin van Merberode wordt eind april met de aanleg begonnen. Zondag werd er de hele dag gedanst in Odiliapil. Dance Action organiseerde in Terra Victa een danstoernooi. Deelnemers uit Nederland en België voerden 90 dansen uit die door een jury werden beoordeeld. Dansers uit Odiliapil boekten daarbij enkele successen. In de categorie Solo Jeugd Eredivisie danste Maxime Balmans zich met 295 punten naar een eerste plaats. Bij het onderdeel Street Dance ging de eerste prijs naar de groep New Generation. Bij de Garde Jeugd Eredivisie werd de groep Evolution tweede. En nog meer dansen, want Fenne Manders uit Boekel is doorgedrongen tot de finale van TV Danswedstrijd Junior Dance van Avro Tros. De finale met Fenne is zaterdagavond vanaf 7 uur live te zien op NPO 3. De uitslag wordt voor een derde gedeelte bepaald door de vakjury en een derde komt voor rekening van de kinderjury. De publieksjury bepaalt het resterende deel. Woensdag wordt het, wat het weer betreft, een mooie dag. Overdag schijnt de zon volop, waarbij de temperatuur oploopt tot 24 graden. Tot zover het Skyline TV-nieuws. Deze uitzending wordt ieder uur herhaald. En woensdagavond om 7 uur is er weer een nieuwe uitzending. Tot de volgende keer.